Goed, dames en heren. Welkom. Vanavond is de laatste lezing in deze serie over de opkomst en ondergang van beschavingen. Met de titel Help nu bouwen aan de beschaving van ons volgende leven. En onze inleider zei het al, omdat we vorige week hebben geprobeerd plausibel te maken dat beschavingen cyclisch zich steeds manifesteren, is het zo dat wij dus daar vanavond bij stil gaan staan. En ik wil ook voor de kijkers die misschien nog niet bij de vorige lezingen zijn aangehaakt, een aantal uitgangspunten even herhalen die we als basis hebben gehouden voor deze serie lezingen. En dat is het schema wat ik al een paar keer heb laten zien. Dat is namelijk dat wij vanuit de Theosophia, als we het hebben over beschavingen, uitgaan van een aantal uitgangspunten die u hier ziet. Dat is namelijk dat de aard, de processen en de structuur van de natuur volgens de Theosophia een bepaalde inhoud hebben. Namelijk, er wordt uitgegaan van de geestelijke eenheid van het leven, wat als consequentie heeft dat alle wezens in de natuur, in de kosmos, gelijk waardig zijn, dat ze met elkaar verbonden zijn, dat de processen in de natuur inhouden dat er voortdurend cyclische bewegingen zijn, zoals bijvoorbeeld reïncarnatie, dat er sprake is van een wet van herstel van harmonie, ofwel de wet van karma, dat wij uitgaan van een hiërarchische structuur in het universum waarbij de wijsten, de inspiratoren zijn die impulsen geven ook aan het ontstaan van nieuwe beschavingen. En als andere uitgangspunten hebben wij nog genoemd dat de definitie van, of de universele norm van de beschaving van een cultuur inhoudt, dat er een gerichtheid is op geestelijke en intellectuele vermogens. En dat dat praktisch in een maatschappij betekent dat iedereen inderdaad als gelijkwaardig beschouwd wordt. En dat er ruimte is en nadrukkelijk ook een plaats voor de talenten van een ieder in zo'n maatschappij. Er wordt niemand buitengesloten. En wat of wie bepaalt nu het niveau van de beschaving van een cultuur? Dat is de overheersende mentaliteit. Want ook al heb je wijze leiders, als je geen wijs volk hebt, zal het ook geen draagvlak hebben, de wijsheid van de leider. Dus beide zijn noodzakelijk. Nou, vorige week hebben wij, voor 2 weken terug, hebben wij stilgestaan bij de huidige tijd. Omdat we een blik hebben geworpen op de staat van de wereld, om zo te zeggen. En in hoeverre wijsheid regeert in onze democratieën in diverse landen in de wereld. En we hebben toen gezegd dat we nu behoefte hebben aan en wijze leiders en aan wijze volkeren. Vorige week hebben we dus die cycliciteit in beeld gebracht van beschavingen. Dat beschavingen cyclisch reïncarneren. En vandaar dat het logisch is om vanaf vandaag vooruit te gaan blikken. Hoe gaat de toekomst eruit zien en wat kunnen we nu doen om de toekomst te gaan beïnvloeden vanaf, zeg maar, dit leven? Wat is als het ware ons handelingsperspectief? Wat kunnen we nu nog doen met betrekking tot het beïnvloeden van ons volgend leven? Of eigenlijk moet ik zeggen onze volgende levens, meervoud. We gaan dat doen op basis van een aantal kernvragen, zodat we in stappen door dit onderwerp heen kunnen gaan lopen. De eerste vraag is, kunnen we ons de ontwikkelde en opgebouwde wijsheid die we in dit leven en voorgaande levens hebben opgebouwd, ons ook in ons volgende leven herinneren? En onder welke voorwaarden zou dat kunnen? Wat zijn herinneringen dan in dat hele proces? En hoe kunnen wij in ons volgende leven onze wijsheid verder ontwikkelen? Wat denken we ons eigenlijk te kunnen herinneren in ons volgend leven van de tot nu toe ontwikkelde wijsheid? En hoe kunnen wij nu, en dan zal ik uitleggen als leraar, omdat wij namelijk uitgaan van het principe kennis geeft verantwoordelijkheid, werken aan de beschaving van ons volgend leven? En hoe kan de kern van wijsheid die op aarde nu is en er altijd was, en zoals die te vinden is in de Theosophia en in de Theosofische beweging, levend blijven tot aan ons volgende leven?
Dat is de agenda van vanavond. En ik ga nu eigenlijk naar de volgende vraag. Kunnen we de door ons ontwikkelde wijsheid in ons volgende leven herinneren? En ons volgende leven, dat zou bijvoorbeeld, als we weer uitgaan van die 1500 tot 2000 jaar cyclustijd, over bijvoorbeeld 200 jaar, 2000 jaar of misschien 3000 jaar vanaf nu kunnen zijn. En mijn vraag aan u is, zouden we ons iets van die ontwikkelde wijsheid die we tot nu toe hebben opgebouwd, kunnen herinneren? Heeft u daar een idee van? Ja? Als ik mezelf neem, een stukje van mijn leven, wist ik het nog niet. Maar toen ik bij de theosofie kwam, ongeveer zo'n 30 jaar geleden, hoorde ik dingen waarvan het bij mij van binnen begon te borrelen. En toen dacht ik, ja, zo zit het. Mm. En tot nu toe is dat doorgegaan. Ja. Yeah. Dus u heeft in dit leven ervaren dat er dingen zijn die u hoorde, die u ging herkennen en die eigenlijk enorm weerklank vonden in. Ja, en dan denk ik dat dat in een volgend leven ook ongeveer zo gaat, maar misschien niet hoor. Nou ja, goed, ik denk dat wat nu gebeurd is, zou theoretisch gezien weer kunnen gebeuren. Daar zou je minimaal van uit kunnen gaan. Of het gebeurt is een tweede, maar laten we ervan uitgaan. En ik ben blij dat het gebeurd is. Ja. Ik heb heel lang niet willen leven. Mm-hmm. Dus. Ja. Maar u heeft nu een perspectief opgebouwd doordat u dingen gehoord heeft die weerklank vonden in u. Ja. En daar kunt u verder mee. Mm. Goed, mooi. Nog anderen misschien? Ja? Ik denk dat dit meer te maken heeft met de ontwikkeling van het geweten van betrokkenen, om meer te kunnen herinneren. Ja, daar zullen we straks eens verder induiken. Dus dat is, dank u wel voor uw opmerking. Want dat gaat zo voorbij komen. Ik ga weer verder, denk ik. Of, ja? Nou, ik dacht ook aan die reeks van gedachten, gewoonte, handeling, karakter. Ja. Omdat dat de laatste eigenlijk is uit die bekende reeks. Ja. Zou het karakter dus ook iets zijn wat in een volgend leven terugkomt? Ja. Omdat je dat eigenlijk opgebouwd hebt door gedachten te denken en gewoontepatronen die uiteindelijk zich in jezelf uitkristalliseren, als het ware, in de patronen van waaruit je naar de wereld kijkt. Ja, ja zeker. Dus je kunt eigenlijk verwachten dat je jezelf weer wordt. Datgene wat je tot nu toe hebt opgebouwd wordt als het ware weer gereproduceerd en uitgerold, om het te zeggen. Ja. Als dat zo is, dat we dus weer een stuk van die wijsheid naar buiten kunnen brengen, en de verwachting is eigenlijk wel, omdat het gebleken is in dit leven, dat het ook al herkend wordt dat het zo is, aan welke voorwaarden moet dan voldaan zijn? Voordat ik daar verder wat uitwerking aan geef, zou ik eerst wat meer willen stilstaan bij het belang van de aloude Theosophia, zoals we die hier in deze lezingenserie met u bespreken. Die ook wel de wijsheidsreligie, de tijdloze wijsheidsreligie wordt bedoeld. En die teruggaat tot in de nacht der tijden, van wat wij ons niet meer verder terug kunnen traceren, als het ware. En ik zou eigenlijk willen citeren wat mevrouw Blavatsky duidelijk maakte in de sleutel tot de Theosofie, over het zogenaamde esoterisch karakter van de Theosophia. En esoterisch betekent de innerlijke of de meer oorzakelijke kant van het leven. En zij zegt over die wijsheidsreligie het volgende. De wijsheidsreligie, dus de Theosophia, was altijd esoterisch en werd, omdat het laatste woord was van alle mogelijke menselijke kennis, zorgvuldig bewaard. Ze ging vele eeuwen vooraf aan de Alexandrijnse theosofen, bereikte de huidige theosofen en zal elke andere religie en filosofie overleven. Het beste bewijs van het feit van het esoterisch karakter is dat elke oude religieuze of beter filosofische cultus bestond uit een esoterische of geheime lering en een exoterische, uiterlijk openbare eredienst.
En verder is het een bekend feit dat de mysteriën van de oude bij elk volk de grote geheimen en de kleinere openbare mysteriën omvat. U hoort uit dit citaat dat mevrouw Blavatsky er geen enkele twijfel over laat bestaan of de esoterische leringen zullen overleven tot ons volgend leven en daarna. En de kernvraag is daarbij wel of die esoterische leringen in de tussentijd in de wereld steeds zuiver en beschikbaar zullen zijn gebleven. En dat kan natuurlijk alleen maar het geval zijn als degenen die het belang hebben ingezien van die esoterische leringen van alle grote religieuze en filosofische stelsels in de wereld, als de studenten ervan, zoals de studenten in de Theosophia, de juiste inspanningen leveren en zullen blijven leveren om zeker te stellen dat die esoterische leringen in de wereld ergens bekend en gevonden kunnen worden. Wat is nu de functie van dit soort esoterische leringen voor de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn? Esoterische leringen zijn in feite slechts impulsen van buitenaf naar iemand toe. Zoals Godfried de Peruyker zegt, wat iemand van buitenaf via overdracht van denkbeelden, van gedachten ontvangt, is alleen maar de uiterlijke prikkel of prikkels die de innerlijke trilling teweeg brengt, die de weg voorbereidt voor verdere bewustzijnsontwikkeling. En mevrouw Blavatsky die schrijft er ook het een en ander over en die legt uit dat het stadium van ontwikkeling van onze eigen innerlijke natuur bepaalt wat we oppakken van die ideeën van die esoterische filosofie die door anderen aan ons worden voorgelegd. En ze geeft ook een voorbeeld van hoe dat werkt. In haar tijd was er natuurlijk nog geen internet en dergelijke, maar ze hadden wel telegrafie, dus ze konden via telegrafie konden ze over afstanden communiceren. En ze zegt, als analogie geeft ze het voorbeeld van een telegram dat verzonden werd zoals een bepaalde boodschap was bedoeld, maar door een telegrafist die die boodschap moest doorgeven op een of andere manier verhaspeld en verdraaid werd, waardoor uiteindelijk op het eindstation waar dat telegram ontvangen moest worden, die hele boodschap eigenlijk misvormd aankomt. En ze wilde daarmee dus aangeven dat hoe zuiverder wij innerlijk zeg maar zicht proberen te krijgen op de esoterische kant, de oorzakelijke kant van het leven, hoe meer wij ook zuiver die dingen zullen begrijpen die via anderen tot ons komen en dat ook weer door kunnen geven. Dus de vraag, zal het mogelijk zijn om ons die opgebouwde wijsheid te herinneren? Ja, echter, we pakken op van die Theosophia wat we zeg maar ons qua innerlijke ontwikkeling kunnen oppakken. En dan terug naar de vraag, wat denken we ons te kunnen herinneren van die opgebouwde wijsheid in ons volgend leven? Heeft u daar misschien ideeën over? Nee, dan ga ik even verder. Alvorens op die vraag in te gaan, gaan we eerst nog even in op die vraag onder welke voorwaarden zouden we ons die opgebouwde wijsheid kunnen herinneren. En in onze visie hangen onze mogelijkheden af van de volgende twee voorwaarden. Heel simpel. Aan de ene kant heeft het te maken met de toestand van de reïncarnerende student. Wat is ons niveau van spirituele ontwikkeling als we weer in een nieuw leven geboren worden? Maar dat hangt natuurlijk af van wat we aan het eind van dit leven onszelf aan wijsheid verworven hebben. En het tweede is eigenlijk, wat is de omgeving waarin je terechtkomt, waardoor die wijsheid eigenlijk wel of niet naar buiten gelokt wordt als het ware. Is de kern van de door ons ontwikkelde wijsheid ook in de omgeving
waarin we terecht komen, zuiver bewaard gebleven? En is die ook beschikbaar? En zijn er ook leraren die als het ware onderwijs daarin geven? En de combinatie van die twee voorwaarden, dus wat hebben wij zelf opgebouwd en wat is de omgeving waarin we terechtkomen, die interactie bepaalt dus wat er bij ons weer actief naar buiten zal komen en wat langzamerhand zeg maar, ons bewustzijn weer zal vullen en kleuren. En natuurlijk zijn die twee voorwaarden niet onafhankelijk van elkaar, maar hangen ze samen, aangezien ze bepaald worden door karmische oorzaken en gevolgen. Hoe kunnen we een positieve invloed uitoefenen op deze twee voorwaarden in het hier en nu, in dit leven? Wel, het zal duidelijk zijn dat we in onszelf die wijsheid kunnen stimuleren door onszelf te trainen om die sleutels van die esoterische leringen steeds beter te gaan begrijpen. En om met als belangrijkste doel, en dat is wat we in deze lezingenserie steeds een belangrijke plaats willen geven, om daardoor ten opzichte van onze medemensen die misschien nog niet zo ver zijn in het begrijpen van dit soort esoterische leringen of daarvoor de belangstelling in zichzelf hebben opgewekt, om daarvoor als het ware een gids te worden, een leraar zo u wilt, en iemand die anderen dus de weg kan wijzen, kan inspireren en kan samenwerken met anderen om te laten zien wat voor effect dat in de mensenleven en in de maatschappij heeft. Dan kunnen we verwachten dat we in omstandigheden incarneren waarin we inderdaad ook een inspiratiebron voor anderen kunnen zijn en de samenwerking met anderen die we in dit leven al zijn gestart kunnen versterken en kunnen vervolgen. Dus, onder welke voorwaarden kunnen we ons dit herinneren? We dienen onszelf in dit leven te trainen om de sleutels van de Theosophia te begrijpen en om inderdaad een inspiratiebron, ja, een leraar te worden voor anderen, om anderen, zeg maar, ideeën aan te reiken. Nou, wat zijn de herinneringen? Wat zijn herinneringen eigenlijk? En hoe kunnen we onze wijsheid in ons volgend leven verder ontwikkelen? Heeft u daar misschien ideeën over wat herinneringen zijn? Nee, dan ga ik gewoon verder, want we komen daar zo. Ja? Ella? Nou, je zou een streepje kunnen zetten tussen her- en inneringen. Ja. Want het heeft te maken met wat je al geweten hebt. Ja. Dus wat je al eigen hebt gemaakt in, ja, het vorig leven. En dat komt naar buiten. Dat komt weer naar buiten. Dus wat je, de innerlijke kennis en wijsheid die, zeg maar, als het ware opgetast ligt in je innerlijke bewustzijn, wat op een gegeven moment weer, ja, door jezelf geactiveerd wordt en een actief deel van je bewustzijn, van je denken wordt, als het ware. Als die reïncarnerende student, wij dus straks, in zijn nieuwe incarnatie in omstandigheden komt waarin esoterische leraren en leerlingen bij elkaar komen, hoe zal dan het proces starten van het weer opbouwen en verder ontwikkelen van die wijsheid? Zoals ik zojuist al zei, wordt die innerlijke toestand van de student zelf bepaald in zijn voorgaande en in dit leven. En wat kan die zich dan herinneren in een volgend leven van zijn innerlijke wijsheid? Plato stelt dat kennen of kennis in feite niets anders is dan herinnering. Het proces van herinnering is echter niet beperkt tot het reïncarnatieproces, maar dat vindt eigenlijk elke dag plaats. Denk aan bijvoorbeeld een bepaald probleem waar je een tijdje op aan het studeren bent, bijvoorbeeld in je werk of in de theosofie. Je hebt een tijdje over het vraagstuk nagedacht en laat je het een tijdje los. En na enige tijd pak je dat vraagstuk toch weer op, maar in de tussentijd ben je zelf in inzicht en ervaringen gegroeid, waardoor je toch datzelfde vraagstuk weer kunt oppakken, maar deze keer wat met wat meer inzicht. Je bent wat rijper geworden, je bent wat wijzer geworden
En je kunt het dus een andere dimensie misschien wel geven. In ons geheugen hebben wij eigenlijk 3 niveaus of gebieden waarin dat geheugen of die herinnering een rol speelt. Het is namelijk het spirituele niveau, het mentale niveau en het fysiek astrale niveau. En die zullen we nu eens langs gaan lopen, omdat daar een groot verschil in zit als we het over herinnering hebben, wat betreft het proces wat daar van belang is. Laten we eerst eens kijken naar het spirituele gebied. Op het spirituele gebied, datgene wat gekoppeld is aan datgene wat wij het geestelijke in onszelf noemen, of de geest, datgene wat onvergankelijk is, kunnen we onze intuïtie onderscheiden. Onze intuïtie is het vermogen tot direct besef van de waarheid. We kunnen het ook innerlijk weten noemen van de kern van ons wezen. En mevrouw Blavatsky legt uit dat herinneringen die ons bijvoorbeeld te binnen schieten, die ze in het Engels remembrance noemt, of herinneringen die we actief in onszelf oproepen, die zij recollection noemt, helemaal beperkt zijn tot ons fysieke brein. Maar ze zegt, er is nog een hogere vorm van herinneren, en die heeft te maken met dat spirituele gebied. En die hogere vorm van herinnering wordt reminiscentie genoemd. Het houdt verband dus met dat spirituele deel in ons, waar die intuïtie, zeg maar, het belangrijke vermogen is. En het is in feite een intuïtief besef dat losstaat en buiten ons fysieke brein plaatsvindt. Reminiscentie omvat het zoeken naar de herinnering van ons spirituele deel van ons bewustzijn, dat mevrouw Blavatsky ook wel het geheugen van de ziel noemt. En dat geheugen van die ziel, dus die reminiscentie, geeft ons de mogelijkheid om, als we daar, zeg maar, op aan kunnen takken, dat gedeelte van ons bewustzijn, zeg maar, steeds meer activeren en van daaruit proberen ons bewustzijn, zeg maar, te sturen, dat dan wij ons dingen kunnen herinneren wat met die, zeg maar, spirituele aspecten te maken heeft. En in zijn nieuwe incarnatie zal dus iemand zoals elke student met name de verdere ontwikkeling van die intuïtie moet proberen te ontwikkelen. Dan gaan we 1 treetje lager, het mentale gebied. Op het mentale gebied kunnen we ons geweten onderscheiden. En het werd net al even genoemd. Ons geweten houdt verband met de spirituele gedachten en ervaringen die we in het verleden hadden en die als het ware toegevoegd zijn aan ons reservoir van dat gedeelte van ons denkvermogen waarin we eigenlijk op terugvallen als we bijvoorbeeld met ethische kwesties te maken hebben, dan vallen we terug op onze ethische ervaringen en dat noemen we ons geweten. Ze vormen als het ware ons referentiekader waarmee we proberen ethisch en moreel met andere mensen om te gaan. En in zijn nieuwe incarnatie zal de student zijn overtuigingen en zijn wijsheid, die voor een deel mentaal van aard zijn, opnieuw opbouwen en verder ontwikkelen. En dat doet hij door met zijn eigen denken te bepalen wat waar is en wat niet. Hij zal als het ware vanuit een zeker vertrouwen, zelfvertrouwen, bepaalde kennis opbouwen die hij van anderen in de maatschappij verneemt, maar die hij op eigen kracht en met zelfstandig oordeel accepteert of verwerpt. Maar hij zal daarover in ieder geval onafhankelijk oordelen. Ten slotte is er qua herinnering nog datgene wat zich op het fysiek astrale gebied bevindt en dat wij aanduiden met de naam het instinct. Ons instinct is een activiteit van het dierlijk deel van onze natuur. Bijvoorbeeld als wij auto rijden en zonder erbij na te denken allerlei handelingen verrichten, als we bijvoorbeeld schakelen in een auto,
dan is dat iets waar wij onze, het dierlijk deel van onze natuur zo op getraind hebben, dat wij dat eigenlijk gedachteloos doen, maar toch daar de beheersing over houden. En bij de geboorte van de mens in een nieuw leven verenigen alle levensatomen, zou je kunnen zeggen, die tezamen het hele voertuig van een mens opbouwen, zich weer op een zodanige manier dat er een lichaam en een persoonlijkheid wordt gevormd. In het boeddhisme wordt dat aangeduid met de skanda's. En in de Theosophia worden die skanda's beschreven als bundels van karaktereigenschappen, lichaamsvormen, gevoelens, morele neigingen en dergelijke, die voor de duur van een incarnatie eigenlijk het persoonlijk karakteristiek vormen van de mens waarmee die eigenlijk zich verplaatst en waar die gebruik van maakt in de wereld. En in zijn nieuwe incarnatie zal de student zijn overtuigingen en zijn wijsheid dus ook deels op het fysiek-astrale gebied verder weer opbouwen en verder ontwikkelen door zijn innerlijke gevoelens te laten spreken. En dat deel van zijn herinnering en zijn wijsheid heeft meer het karakter van geloof, het kopiëren van bepaalde zaken en gewoontepatronen, ook denkgewoontes, maar ook emoties, op basis van de autoriteit of de invloeden van iemand anders. Dit is dus het overzicht van de verschillende soorten van herinnering waar wij als het ware gebruik van maken. En het zal duidelijk zijn dat die hoogste vorm, dat geheugen van de ziel, zeg maar het krachtigste middel is wat wij in onszelf kunnen ontwikkelen om als het ware de brug te leggen naar onze toekomstige incarnaties, ons toekomstige leven, om die spirituele inzichten en die wijsheid als het ware straks weer actief naar buiten te brengen. Dan ga ik naar de volgende vraag. Wat denken we ons te kunnen herinneren in ons volgende leven? Dus dat was de oorspronkelijke vraag. Van de tot nu toe ontwikkelde wijsheid. Wel, een van de eerste dingen die de reïncarnerende student zich zal moeten afvragen is of de visies waar hij in zijn nieuwe leven mee wordt geconfronteerd het idee zullen bevatten dat bijvoorbeeld religie, filosofie en wetenschap, dus religie, filosofie en wetenschap als één kunnen worden beschouwd, omdat dat namelijk het kenmerk is voor de Theosophia. Als u de geheime leer openslaat, dan ziet u ook dat de Theosophia gepresenteerd wordt als een synthese van wetenschap, filosofie en religie. Religie, die betreft waarheden die zich richten op de realisatie van de spirituele, geestelijke eenheid van alle wezens en uiteindelijk verwijst naar het waartoe van het leven, de zin van het leven. En in zijn zoektocht naar waarheid zal de student dus moeten toetsen in zijn volgende leven of de religieuze visies en de wijsheid die hij in de wereld ontmoet, universeel zijn. Filosofie, wat is dat? Dat zijn waarheden die zich richten op de onderlinge verbondenheid en het inzicht in de verbondenheid tussen alle wezens. En ook wat goed is voor de ontwikkeling van alle wezens, waardoor we eigenlijk een goede maatstaf hebben om te zien wat ethisch en moreel verantwoord is in de maatschappij en in relatie bijvoorbeeld tot de natuur. Dus de student zal dienen te toetsen of de filosofieën die hij tegenkomt visies zijn die ethisch de toets van kritiek kunnen doorstaan. Wetenschap. De wetenschappelijke theorieën die iemand tegenkomt in zijn nieuwe leven, die zullen de feiten van de filosofische en religieuze inzichten die dan bestaan moeten onderbouwen. En de student zal moeten toetsen of de wetenschappelijke ideeën die er op dat moment zijn, logisch en consistent zijn.
In de Theosophia vinden we als toetssteen voor waarheid de drie grondstellingen van de geheime leer, zoals u weet. En je zou kunnen zeggen, en ik loop ze nu weer snel even langs, dat die drie grondstellingen eigenlijk ook volkomen voldoen aan die drie toetsstenen, namelijk dat ze universeel, ethisch en logisch en consistent zijn. Als u bijvoorbeeld kijkt naar de eerste grondstelling, die gaat over de grenzeloosheid van het leven, dan zijn de consequenties van dit beginsel, en u heeft het natuurlijk al heel vaak gehoord, maar ik wil het toch nog even benadrukken, dat alles in het universum leeft. En dat dat, zoals ook die oude Griekse scholen stelden, dat dat een universeel feit is wat overal in de kosmos opgaat, als je weet hoe je leven moet definiëren en hoe je naar alles moet kijken om vast te stellen dat inderdaad alles in de kosmos leeft en dat dat dus de universaliteit is. En ook dat alle wezens onderling verbonden zijn, met elkaar samenhangen en dat dat ook de basis is voor de ethiek. Kortweg gezegd, mededogen als de sleutel voor het realiseren van harmonie op deze wereld, maar ook in kosmisch verband. De tweede grondstelling gaat over cyclische beweging, de periodieke manifestaties van alle wezens, of we het nu hebben over atomen, mensen of melkwegstelsels. Steeds zien wij het principe van wederbelichaming, of ook wel reïncarnatie als we over mensen spreken, als een universeel feit. En de derde grondstelling, die we zouden kunnen omschrijven als de progressieve evolutie van alle wezens en de fundamentele gelijkheid van alle wezens, zo boven, zo beneden. Ook dat is een universeel feit als we maar voldoende die natuur bestuderen. En dat universeel feit zal de basis vormen in de toekomstige levens waarin wij hier weer rondlopen, van alle toekomstige logische en consistente theorieën van de toekomstige natuur- en sociale wetenschappen. Maar ook zal het de basis vormen van alle ethisch en morele principes voor de harmonische ontwikkeling van mens, maatschappij en natuur. Conclusie, wat denken we ons dus te kunnen herinneren van die opgebouwde wijsheid? En ik ga dat nu met één zin proberen, als het ware, te schetsen van wat ik zojuist heb gezegd. Dat is eigenlijk het grote algemene beeld, de grondtonen van de universele, ethische en logische wijsheidsreligie die we moeten kunnen gaan herkennen, los van wat we aan theorieën of filosofieën dan tegenkomen, maar ons ook gaan herinneren wat we nu al hebben opgebouwd in die tijdsperiode waarin we dan weer geboren zullen worden. Dus het gaat om dat grote beeld en de universaliteit daarvan herkennen en weer gaan herinneren. De ethiek die erin verscholen ligt en die voortvloeit uit dat inzicht van hoe die natuur in elkaar zit en niet ethiek op basis van menselijke conventies of menselijke afspraken om de scherpe kantjes van ons onderlinge interacties ervan af te halen. En de logica en consistentie van de wetenschappelijke kennis van de stoffelijke wereld, die ook uit die wijsheid, religie, die dan zeg maar manifest is, om die ook te gaan herkennen. Dat is het grote beeld van wat we ons zouden kunnen of moeten kunnen herinneren. Ja? Als u dus op zoek bent naar waarheid in het leven, hè, vanaf de puberteit of zo, ja, dan is dit iets waardoor je heel lang ergens bij een beweging kunt zijn en dan toch denkt, dat is het toch niet. Ja. Dat je dus die dingen niet herkent, ja, en dan verder op zoek gaat naar... Je kunt het heel goed nu toepassen. Je kunt jezelf als het ware trainen door allerlei bewegingen en bewegingjes te toetsen op die aspecten van universaliteit. Is iets altijd en overal waar, klopt het altijd en overal in de tijd en ruimte?
Is het ethisch iets waarvan je met je opgebouwde wijsheid nu kunt zien dat er ergens, als je op een bepaalde manier handelt, harmonie is met alle wezens, of dat er al gauw disharmonie of conflicten opgeroepen worden? Dus dat is de ethisch-morele toets. En de logische toets is of alles steeds consistent qua 2 keer 2 is 4 denken, logisch denken, ook blijft kloppen en dat er geen innerlijke tegenstrijdigheden zijn. En dat zijn, dat lijken een paar hele, zijn maar 3 woorden, universaliteit, ethisch, ethische juistheid, zeg maar, en logica. Het zijn maar 3 dingen, maar heel veel ideeën kun je eigenlijk heel scherp hierop toetsen. En als daar al iets rammelt, dan weet je zeker dat er ergens nog iets niet helemaal goed uitgewerkt is. Dus het is nu ook al van toepassing inderdaad. Ja? Wat betekent ethisch precies? Ik hoor het al vaak. Nou, dat is dus of iets recht doet aan de ontwikkeling van alle wezens. Op het moment dat iets ethisch schuurt, bijvoorbeeld een bepaalde maatregel, ik hoorde discussies over, voordat de lezing begon, over belastingmaatregelen in dit land, over huizen. En op het moment dat de ene groep benadeeld lijkt te worden ten opzichte van een andere groep, krijg je al dat dat gaat schuren en dat mensen zeggen, ja, maar dat vinden we niet ethisch verantwoord. Dus eigenlijk zijn ethische lijnen van handelen zodanig dat er continu harmonie is tussen alle mensen en er niemand minder rechten heeft en de ander meer rechten. Het is dus proberen harmonie, de balans, rechtvaardigheid zo te laten zijn dat er niemand in zijn ontwikkeling gedwarsboomd wordt en iedereen kansen krijgt om zich verder te ontplooien. Dus dat is eigenlijk waar ethiek altijd op neerkomt. Of iedereen inderdaad gelijkwaardig kansen. Ja, ja. Vandaar dat wij deze hele lezingenserie ook steeds gezegd hebben. Een universele maatstaf, een universele norm voor een beschaving is geestelijke en intellectuele focus. Die betekent dat iedereen gelijk in waardigheid en rechten in die maatschappij een plekje heeft. En ook zijn talenten in kan brengen, waardoor die helpt bijdragen aan het algemeen belang van die hele maatschappij. En daar ook zijn bijdrage aan mag geven en ook zijn plekje krijgt. En als we dat goed doen, dan zijn we een hoog ethisch ontwikkelde beschaving. Ja. Nog meer aanvullingen, opmerkingen? Het is maar een manier van verwoorden en misschien zijn er veel betere verwoordingen. Maar dit zijn wel de elementen, zonder in de details te gaan van hoe de Theosophia nu bijvoorbeeld bekend staat met zijn 3 grondstellingen of met allerlei leringen. Het gaat erom dat je zelf straks weer, op basis van waar je, wat je te horen krijgt en wat er nog in je leeft, als het ware dat weer versneld kunt activeren. En die toetsstenen van universaliteit en ethische toets en de logica, als je dat steeds hanteert, dan ben je eigenlijk vanuit 3 schijnwerpers tegelijkertijd iets aan het bekijken. En dan zul je snel op eigen kracht je oordelen kunnen vellen en ook je eigen intuïtie als het ware activeren. Goed, ik ga nog even een stukje verder naar de volgende vraag, die luidt, hoe kunnen we nu al werken aan de beschaving van ons volgend leven. En ik heb daar een beetje voor gesorteerd op datgene wat ik straks zal proberen te onderbouwen, namelijk dat je eigenlijk als je iets meer weet van die esoterische leringen, je eigenlijk een inspirator van een ander moet zijn, een leraar. Ik heb het maar even leraar genoemd. Omdat wat jou als wijsheid is toegevallen en wat je jezelf vermeesterd hebt, dat je daar anderen mee kunt helpen om beter de weg in het doolhof van het leven te vinden. En ik wil u een paar dingen voorhouden die zeg maar aan deze opstelling van dat je een leraar zou moeten
willen zijn voor je, een inspirator voor je medemens, wil ik een aantal gedachten aan u voorleggen. Eén daarvan is van een van de grondleggers van de Theosophical Society aan het eind van de 19e eeuw, meester Kutumi, die zei dat het eerste doel van de society is filantropie en de ware theosoof is een filantroop die niet voor zichzelf, maar voor de wereld leeft. Dat wil zeggen dat wat je aan wijsheid verworven hebt, dat dat niet voor jezelf is, maar dat je daar wat mee moet doen. En de eerste twee van de vijf doelstellingen van de Theosophical Society vloeien ook voort uit dit doel, wat meester Kutumi heeft genoemd, namelijk de verspreiding van kennis betreffende de wetten die in het heelal bestaan. En ten tweede, de verspreiding van kennis betreffende de essentiële eenheid van al het bestaande, een eenheid die aan de gehele natuur ten grondslag ligt. Dat is dat concept, uitgangspunt van die geestelijke eenheid. En om dit soort ideeën natuurlijk in de wereld een plaats te geven, zijn er natuurlijk mensen nodig die die ideeën verspreiden en die als het ware ten opzichte van andere mensen die hier nog nooit van gehoord hebben, toch een zekere mate van leraarrol te vervullen. Want anders is het niet mogelijk om dit soort ideeën te verspreiden. En om een leraar te worden, om daar steeds beter in te worden, moet je natuurlijk een zekere mate van oefening ondergaan. En wat ik meteen erbij wil zeggen is dat het begrip leraar en leerling natuurlijk maar hele relatieve kwalificaties zijn. Dat het niet zo is dat u bij een leraar meteen moet denken iemand die voor een klas staat, maar dat het gaat om degene die meer weet iets kan betekenen voor iemand die minder weet. Ja? Ja? Je zou een voorbeeld kunnen zien. Ja, absoluut. Precies. Als je, het gaat eigenlijk nog een inspiratiebron en dat kan zijn door het voorbeeld te geven. Je hoeft het niet eens te geven, je kan het voorbeeld gewoon zijn. Ja? Mensen zien. Precies, dat is eigenlijk een nog betere manier om te zeggen, je het voorbeeld gewoon zijn. Ja, zeker, absoluut. Dus iedereen is eigenlijk, omdat je, ook al heb je bepaalde wijsheid je verworven die je bent, dan is het nog steeds zo dat er altijd meer mogelijk is. En dat je tegelijkertijd eigenlijk een inspirator of een leraar bent voor anderen, maar ook een leerling, omdat je nog steeds daarin groeiende bent. Dus die twee dingen zijn eigenlijk niet te scheiden van elkaar. En het hangt volledig af van de situatie waarin je terechtkomt, of je dus dat voorbeeld steeds kunt zijn of kunt laten zien waar anderen door geïnspireerd worden. En ik wil nu wat aspecten verkennen en een brede schets geven van hoe je eigenlijk zo'n inspiratiebron voor anderen zou kunnen zijn. En laten we daarbij eerst kijken naar de basisprincipes die voor een student of een leerling gelden in relatie tot die esoterische leerlingen, dus die oorzakelijke kant van het leven en de wetmatigheden erin, om die beter te leren kennen. En een aantal van die principes zitten heel erg op de hoek van de ethiek, zoals we die net benoemd hebben. En de eerste die voor een leerling of een student eigenlijk van belang zijn, dat is dat de leerling eigenlijk alleen maar ontvangt om weer te geven aan anderen, om door te geven. Zodat anderen daar ook wat mee kunnen doen en eigenlijk de maatschappij daarmee kunnen helpen verheffen. En in de woorden van de stem van de stilte, geef uw leven op zo gij wilt leven, staat daar. En mevrouw Blavatsky legt dat eigenlijk als volgt uit. Geef het leven van de persoonlijkheid, het leven van het fysieke leven en het belang om roem en aanzien te verwerpen op als je vanuit een geestelijke visie wilt leven en een inspirator of een voorbeeld voor anderen wilt zijn. Een volgende gedachte is dat alle groei van binnenuit komt. En dat bijvoorbeeld
studie, overpeinzing, evaluatie van hoe je het doet in het leven, dat die essentieel zijn. En vandaar dat alle esoterische scholen in het verleden altijd de grondslag hebben zoals die geschreven stond boven de tempel van Delhi. Mens, ken uzelf. Om dus de innerlijke jezelf innerlijk goed te kennen en om zelf ook steeds een beroep te doen op je eigen denkvermogen, op je eigen intuïtie, om de problemen in het leven zelfstandig op te lossen. En mevrouw Blavatsky vertelt ons dan ook dat wanneer je zelf een waarheid hebt ontdekt op eigen kracht, door de inspiratie, door de intuïtie in jezelf, dat je dan ook het recht hebt om dat te horen van iemand die verder ontwikkeld is dan jij, dat je het inderdaad goed ziet en dat je dan ook verdere uitleg krijgt van de juistheid van je eigen intuïties. Dat is dan ook de reden, met dit principe op de achtergrond, dat wij in onze cursus Anders Denken van onze cursisten vragen om altijd zelf eerst over bepaalde vraagstukken na te denken, zelf daar een beeld over op te bouwen, zodat de waarheden die wij in ons bewustzijn opbouwen en ontvouwen, dat onze eigen waarheden zijn die bij ons horen, het beeld wat wij daar zelf van opbouwen. En vervolgens wel met onze medecursisten en met de cursusleider hierover van gedachten te wisselen, om zodoende dat beeld nog completer en nog scherper te krijgen. Een ander aspect wat heel erg van belang is, dat is om je moreel geschikt, ethisch en moreel geschikt te maken voor het verder ontvangen en doorgronden van nog meer van die esoterische leringen, door de oude regel te volgen: leef het leven zoals het geleefd zou moeten worden, op basis van inzichten in die ethiek, de ethiek die volgt uit het doorgronden van de structuur en de processen van de natuur zelf. Want je zult dan de waarheid leren kennen omdat je die waarheid zult gaan herkennen. Omdat je als het ware door die innerlijke herkenning de waarheid die soms van buiten tot je lijkt te komen innerlijk zult gaan herkennen. En dit soort kennis, dit soort spirituele kennis leidt tot bescheidenheid, mededogen, moed en allerlei edele deugden. Een volgende gedachte is dat een van de plichten van een leerling in zo'n esoterische school, volgens het zogenaamde Book of Discipline in de scholen van Jan, de volgende regel geldt. Namelijk dat het een van de plichten van de leerling is dat zoals de ledematen het hoofd en het hart van het lichaam waartoe ze behoren beschermen, zo dienen de discipelen, de leerlingen, dus in die school, het hoofd en het hart van het lichaam waartoe ze behoren, dus in dit geval de school van de Theosophia, te beschermen tegen krenking, tegen aanvallen. Wel, dit is het gedeelte wat ik u even voor wilde houden, wat een aantal principes zijn die voor een leerling die studeert in esoterische leerlingen als uitgangspunten gelden. Er zijn er nog meer, maar dit zijn een paar hele belangrijke. En ik wil na de pauze en nadat wij nu even van gedachten gaan wisselen, ook een schets geven van welke ideeën, uitgangspunten en principes gelden voor een leraar in zo'n esoterische school. En wat de zaken zijn van waaruit hij werkt met zijn leerlingen, om te zorgen dat die leerlingen in die school vooral principes gaan begrijpen en dat gaan verinnerlijken op basis van de toetsstenen van universaliteit, het ethisch juist zijn van ideeën en zorgen dat alles logisch en consistent is. Tot zover dus het gedeelte voor de pauze en ik geef nu het woord aan u. Wie heeft er een opmerking of een vraag? Irene. Wat voor soort bescherming moet je denken als de Theosophia aangevallen wordt? Want je hebt de Belgisch
met hand en tand de zaak verdedigen, maar ik denk niet dat dat hier het geval is. Nee, het zou kunnen zijn, het aanvallen van de Theosophia, en dat is ook herhaaldelijk gebeurd in de afgelopen 120 jaar, is dat een bepaalde grondgedachte, zoals die in boeken als de geheime leer en in andere literatuur staat, dat die onbewust of bewust, dus opzettelijk, verkeerd wordt geïnterpreteerd. Dus dat er als het ware verkeerde uitleggen gegeven worden aan bepaalde principes, zoals het voorbeeld van in de Theosophia vindt u uitgebreide ideeën uitgewerkt over de progressieve evolutie of ontwikkeling van alle wezens op aarde, dus ook van alle menselijke wezens, dat wij nu zeg maar bezig zijn om denkvermogen te ontwikkelen en uiteindelijk steeds hogere vermogens, zoals het boeddhisch vermogen, ons verlichtingsbeginsel gaan ontwikkelen, zodat we uiteindelijk op langere termijn boeddha's kunnen worden, goddelijke of halfgoddelijke wezens. En dat de uitleg van dit soort ideeën soms in een ander spoor getrokken is door mensen die wilden aantonen dat wij dit soort evolutionaire ideeën, als je dat verkeerd toepast, dat je dan op ideeën komt die met discriminatie te maken hebben. Dat sommige groepen als minderwaardig kunnen worden gezien dan anderen. En dit soort verdraaingen zijn bij voortduring eigenlijk pogingen geweest om de theosofische leringen, die eigenlijk de leringen of de kernleringen van alle grote en religieuze stelsels zijn geweest in de geschiedenis van de mensheid, maar omdat die soms anders zijn dan in bepaalde godsdiensten of bepaalde filosofieën, om die opzettelijk te verdraaien, waardoor de Theosophia in discrediet gebracht wordt en terzijde wordt geschoven als een niet-ethische juiste leer. En daarvan zijn een aantal voorbeelden geweest, ik zal ze niet in detail nu bespreken, maar dat het de bedoeling is om dan vanuit zeg maar onze kennis en wijsheid uitleg te gaan geven dat dat een verkeerde interpretatie is en dat al die theosofische leringen erop gericht zijn om mensen uit te leggen dat een mededogende levenshouding, dat dat eigenlijk de hoofdboodschap is van al die kennis en wijsheid en dat je die mededogende visie kunt afleiden uit die theosofische leringen, dat er dus gelijkwaardigheid is van alle wezens, mensen, maar ook mensen ten opzichte van planten en dieren. En dat je vanuit evolutionair opzicht juist moet stimuleren om te zorgen dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren in de maatschappij. En dat dat zeg maar een echte praktisch mededogende benadering is die rechtstreeks voortvloeit uit de visie op evolutie, op het uitgaan van de geestelijke eenheid en de geestelijke verbondenheid van alle wezens. En dat dat iets is wat niet helemaal precies opgeschreven hoeft te worden, maar als je die inzichten hebt, dat dat dan vanzelf een logische consequentie is van die theosofische leringen. En als mensen daar andere dingen aan gaan koppelen om hun eigen visie te rechtvaardigen en om de theosofie in discrediet te brengen, dan is dat zeg maar waar mensen vanuit een theosofisch perspectief een weerwoord op zouden moeten geven, op zijn minst. Maar vooral zouden moeten uitleggen hoe het zit en de positieve, constructieve levensvisie die de Theosophia is, om die zeg maar met kracht naar voren te brengen. Dus een van die aspecten zou zijn het zuiver houden van de leringen. Ja, absoluut. Dat is een rechtstreekse opdracht eigenlijk voor leerlingen in zo'n school, om ervoor te waken dat die ideeën steeds als daar een verdraaiing van in de wereld komt, om te zeggen van dit is niet juist, en dan de uitleg geven van hoe het wel is, en daarmee de mensen te proberen te inspireren, zodat mensen denken, ja, inderdaad, ik snap het, en dit is een veel verhevener visie. En veel sociaal vruchtbaarder, zeg maar. En dat is dus een taak van die leerlingen van die scholen, en zoals wij, zeg maar, als wij dat inzicht hebben opgebouwd, ook een actieve bijdrage in onze kleine kring of in een grotere kring kunnen doen met de mensen waar wij directe uitwisselingen mee hebben.
En hoe beter we dat nu al ontwikkelen, hoe meer wij dat ook in de beschaving van de toekomst zullen kunnen doen en daar een belangrijke bijdrage of impuls aan kunnen geven. Nog andere gedachten die dit verder kunnen uitwerken, kunnen onderbouwen misschien? Zo niet, dan is het 8:30 en is het precies tijd om even te gaan pauzeren. We gaan dus na de pauze even verder van hoe zo'n leraar daarin zit. Dames en heren, we gaan verder met het tweede deel van de lezing. We hebben zojuist gesproken over wat voor uitgangspunten goed zijn voor de leerling om in acht te nemen in zo'n esoterische school. Laten we dan nu eens gaan kijken naar wat de uitgangspunten, een aantal van de uitgangspunten zijn waar een leraar in zo'n esoterische school van uitgaat, vanuit welke principes. En mevrouw Blavatsky die begint te zeggen dat de opdracht van een leraar er eigenlijk als volgt uitziet. De opdracht van elke leraar van esoterische waarheden, of hij nu aan de top of onderaan de ladder van kennis staat, dus iemand die nog heel weinig weet, is eigenlijk precies hetzelfde. Zo boven, zo beneden. En deze uitspraak van mevrouw Blavatsky is eigenlijk ook een argument waarom ik aan het begin van deze avond heb gezegd dat wij eigenlijk allemaal die positie van leraar-leerling innemen. We zitten ergens allemaal op een trapje. En als wij mensen tegenkomen die zeg maar nog niet een idee hebben over de meer diepere achtergronden van het leven, dan kunnen wij in ieder geval iets voor een ander betekenen zonder dat we daarbij onze gedachten aan iemand opdringen. Maar wel weer dat voorbeeld zijn of die inspiratiebron voor een ander. En ze vervolgt daarna hoe zij als leraar in de theosofische beweging zich verhield ten opzichte van de leerlingen toen. Ze zei, ik heb slechts opdracht om onder de leerlingen als een groep de grondtoon van de verschillende esoterische waarheden aan te slaan. Dat wil zeggen dat ze dus bepaalde hoofdlijnen als opdracht had om die vooral te vertellen, zodat de leerlingen zelf meer ook zich met details konden gaan bezighouden, maar wel een heel groot veld van denken als het ware, als overzicht aan die leerlingen meegaf. Dus in het voetspoor van de leraren van de Theosofia, zoals mevrouw Blavatsky, betekent dit dat we tenminste door zouden moeten gaan met het aanslaan van de grondtoon van die verschillende esoterische waarheden. En bedenk dus weer dat iedereen zijn eigen relatieve positie op die ladder inneemt, op die ladder van kennis, en dat iedereen tegelijkertijd leraar en leerling is. In de stem van de stilte kunnen we ook nog een hele belangrijke aanwijzing lezen, en die is als volgt. Schenk licht en bemoediging aan de zwoegende pelgrim die nog minder weet dan gij, die zonder leraar hoop of vertroosting in rampzalige verlatenheid ter neer zit, hoopgevend naar het brood der wijsheid en naar het brood dat de schaduw voedt, het lichaam. En laat hem de wet horen. Laat hem de Theosofia horen. Als je jezelf beschouwt als iemand die mogelijkheden heeft om ergens aan de voet van de ladder van kennis, als misschien een potentiële leraar, iets voor een ander te betekenen, dan is het nuttig om de principes te bestuderen die gelden voor ook de leraren van esoterische waarheden in relatie tot hun leerlingen, en ze als een referentiekader als het ware te gebruiken waar je van kunt leren. En er komen nu een aantal van die principes waar die leraren van uitgaan. En dat is dat de leraar de volgende consequenties
en verantwoordelijkheden heeft geaccepteerd als hij als leraar optreedt. De leraar heeft tijdelijk alle mogelijkheden voor zijn eigen evolutionaire ontwikkeling opgegeven. Maar de leraar accepteert dit om zodoende andere mensen en de mensheid te helpen. Dit wordt ook wel met een term uit het boeddhisme het bodhisattva-ideaal genoemd. De buitengewone mystieke band tussen leraar en leerling wordt door mevrouw Blavatsky in een artikel genaamd Praktisch Occultisme als volgt omschreven. En ik hoop dat het groot genoeg is om te lezen. Vanaf het moment dat ze, de leraren, werkelijk beginnen te onderwijzen, vanaf het moment dat ze enig vermogen overdragen aan hun leerlingen, of dit vermogen nu psychisch, mentaal of fysiek is, nemen ze alle zonden van die leerling op zich, die in verband met de occulte wetenschappen door actie of nalatigheid zijn begaan, tot het moment dat inwijding van de leerling een meester maakt en hij op zijn beurt verantwoordelijk wordt. De leraar hanteert vervolgens de volgende principes. En het eerste principe is in het Sanskriet Iti Maya Shrutam. En dat betekent, aldus heb ik ontvangen qua leerlingen en ik kan het niet anders doorgeven. De theosofe Catherine Tingley heeft in de vorige eeuw het volgende gesteld. Zij zei, het achterwege laten van het doorgeven van wijsheid en kennis zoals je die ontvangen hebt, kun je vergelijken met water dat stilstaat in een poel en dat niet afgevoerd wordt en daardoor een bron wordt voor allerlei morele en andere ziektes. Dus als je liefde, wijsheid en mededogen hebt ontvangen, sluit je dat dan in je hart op of probeer je dat ook zoveel mogelijk door te geven aan anderen. Het is dus de taak van iemand die meer wijsheid heeft, van een leraar, misschien onderaan die ladder van wijsheid en kennis, maar om door te geven, om te onderwijzen. Wijsheid stroomt vanuit de top naar beneden. De leraar geeft zijn wijsheid door aan de leerling, die weer de volgende leraar wordt en zo blijft de keten ongebroken. Het is het beeld van de spirituele hiërarchie in de natuur en de opeenvolging van leraren, ofwel de guru parampara, zoals die wordt genoemd. Een ander principe is de onafhankelijkheid van de leerling. Een ware leraar geeft de kennis en de mogelijkheden om deze kennis zelfstandig te laten toetsen door de leerling. De leerling wordt aangemoedigd om het eigen beeld van de waarheid op te bouwen. En ik heb u voor de pauze verteld dat de cursus Anders Denken die wij vanuit onze organisatie geven, dat die heel nadrukkelijk ook gericht is op het zelfstandig proberen op te bouwen van dat beeld over hoe het leven in elkaar zit. En dat gewoon als het ware maatwerk voor jezelf te maken door vanuit je eigen kennis, wijsheid en ervaringen dat beeld op te bouwen, dat met anderen te delen en zo steeds meer te vervolmaken. De ware leraar onderwijst met oprechtheid, toewijding en mededoging en er is geen enkele dwang of manipulaties om bepaalde ideeën bijvoorbeeld op te leggen. En daarom stimuleert dit de ontwikkeling van geïnspireerde en wijze mensen, ook in de theosofische beweging. Een ander heel belangrijk principe wat u zelf kunt toetsen is dat er geen betaling is voor esoterisch onderwijs. De kennis over de zin van het leven die te vinden is in esoterische leerlingen is het erfgoed van de gehele mensheid. En mevrouw Blavatsky zei op basis van dit principe dan ook dat ze liever in de goot zou sterven dan 1 cent te ontvangen voor spirituele, dat wil zeggen voor esoterische leerlingen. En om die principiële reden vragen wij bij onze Theosophical Society
geen entreegeld voor lezingen, omdat wij de leerlingen ontvangen hebben om niet en ze om niet weer verder doorgeven. We wijzen alleen op de mogelijkheid van het geven van een gift, zoals u bij de inleiding heeft gehoord, omdat ook wij bepaalde kosten moeten maken. Maar het principe is dat de leerlingen om niet worden doorgegeven. Ten slotte nog een laatste, en het is zeker niet uitputtend wat ik aan u voorhoud. Dat is de regel dat er alleen maar richtlijnen gegeven worden en geen regels voor gedrag. Er zijn alleen maar principes, omdat dat de leerlingen stimuleert om zelfstandig te denken, zelfstandig hun afwegingen te maken, om juist en onjuist van elkaar te leren onderscheiden, om ethisch, zeg maar, zelfstandig te leren handelen, om dat scherp zelf te ontwikkelen en zelf ervaring in op te doen. Dus, conclusie, hoe kunnen we nu al als leraar bouwen aan de beschaving van ons volgende leven? Dat kan door nu studie te maken ook van die aanwijzingen voor zowel leerlingen als leraren van die esoterische scholen in de Theosophia, en te trachten naar die principes te leven en ons leven daarnaar te gaan richten. Dan ga ik tenslotte naar de laatste vraag van deze lezing van vanavond. En dat is de vraag, hoe kan die kern van wijsheid levend blijven tot aan ons volgend leven, in ons volgende incarnatie, als wij deel uit gaan maken van de volgende beschaving? Daarbij wil ik eigenlijk benadrukken dat we nooit moeten vergeten dat die Theosophia, die kern van alle grote religieuze en filosofische stelsels in de wereld, dat die de hoop is voor de mensheid, omdat het de filosofie is, zoals wij stellen, die de meest efficiënte oplossingen biedt voor alle levensvraagstukken, zowel op individueel niveau als op maatschappelijk niveau. En dat daar dus ook de antwoorden zijn te vinden op de grootste vragen en vraagstukken waarvoor de mensheid zich ziet gesteld. Houd de schakel ongebroken was de laatste wens van mevrouw Blavatsky voor ze stierf. En om de vraag te beantwoorden hoe we de kern van haar boodschap levend houden en de theosofische houding, kennis en wijsheid aan volgende generaties door te geven, kunnen we opnieuw drie niveaus onderscheiden: spiritueel, mentaal en fysiek-astraal. Ten eerste, dat spirituele niveau. De enige manier waarop we de theosofie in de komende eeuwen, dus in die periodes waarbij wij niet meer hier rondlopen, waarschijnlijk, hoe kunnen we zeg maar zorgen dat de Theosophia zuiver gehouden wordt en door de leden van die Theosophische beweging wordt begrepen, uitgelegd, wordt toegepast en verder wordt doorgegeven. Dat vereist van de studenten, van ons en ook van de generaties na ons, dat er voortdurende studie wordt gemaakt van die Theosophische leringen en van de oude en moderne religies, van wetenschap en filosofie en van de doeleinden van de Theosophical Society. En daarbij dient de nadruk te liggen op de universele en de ethische aspecten, natuurlijk ook de wetenschappelijke aspecten, maar vooral die universele en die ethische aspecten, omdat die, zeg maar, de sleutels zijn voor de oplossingen van de vraagstukken van de individuele mens en van de maatschappij in zijn totaliteit. Omdat daar, om even een modern woord te gebruiken, de mogelijkheid om impact te hebben op die maatschappij het grootst is. Een ander belangrijk ding is natuurlijk om tot het uiterste te proberen die theosofische ideeën en leringen te leven en die te zijn. En dat omvat deugden als het beoefenen van zelfdiscipline, zelfvergetelheid, geduld. In feite alle deugden zoals u die bijvoorbeeld vindt in de boeddhistische paramita's. Het betekent dat je jezelf als het ware op een inzichtelijke, op een boeddhische manier
bestudeert, evalueert en continu probeert jezelf te verbeteren. En je zult alleen in staat zijn om meer van die esoterische leringen te begrijpen en ze daardoor in een zuivere vorm te bewaren en door te geven, als je erin slaagt om dus je karakter te veredelen. En dat houdt ook weer verband met een van die andere doeleinden van de Theosophical Society, het onderzoeken van de aangeboren vermogens van de mens. Immers, studie, discipline en het leven van het leven in overeenstemming met hoe de natuur in elkaar zit, gaat vooraf aan de mysteriën. En het is ook duidelijk weinig effectief om te proberen die Theosophia alleen te verspreiden, zowel nu als in de toekomst. Bedenk hoe weinig mevrouw Blavatsky had kunnen bereiken in haar eentje als ze niet een kern van hardwerkende leden om zich heen had verzameld. En daarom is een van de andere doeleinden van de Theosophical Society het vormen van een actieve broederschap onder de mensen. En het vergt serieuze overweging hoe zo'n kern van broederschap kan worden gevormd en zo doeltreffend mogelijk zijn doel kan nastreven. Natuurlijk moet er op een of andere manier op het stoffelijke vlak een vorm van organisatie zijn om de krachten te bundelen en om met elkaar samen te werken. Die samenwerking kan gebaseerd zijn op een soort van verenigingsverband, een min of meer stevig of los verband van verschillende leden die wat met elkaar organiseren. Maar wij denken dat de samenwerking ook gebaseerd kan zijn meer op het idee van een eenheid, een vereniging waarvan de banden zo stevig zijn dat ze niet als een verzameling, maar als het ware als een organisme of een individu gaan functioneren. Natuurlijk vereist dat van haar leden dat iedereen met toewijding zich afstemt op de anderen om zo als een eenheid als het ware samen te werken. In onze Theosophical Society streven we na en proberen we samen te werken volgens dat eenheidsmodel, volgens dat spirituele eenheidsmodel, omdat we op die manier gemerkt hebben dat we het krachtigst de maatschappij kunnen bereiken en kunnen ondersteunen en zo de meeste inspiratie als het ware naar buiten kunnen brengen. En daarom vormt die spirituele eenheid ook een gemeenschappelijke basis om samen te werken met andere theosofische organisaties in de wereld, op grond waarvan we proberen om meer op wereldniveau te bereiken. En tijdens die internationale bijeenkomsten waar velen van ons jaarlijks actief in zijn, heeft dit al tot zeer vruchtbare dialogen geleid om de Theosophia haar rechtmatige plaats op wereldschaal in te laten nemen. En de manier om mensen te bereiken, en dat is een gedachte die wij steeds dan met elkaar delen, is dat wij vooral mensen kunnen inspireren en interesseren voor die esoterische leringen uit de Theosophia als wij het voorbeeld geven of het voorbeeld zijn, noblesse oblige. En theosofen dienen daarom in de eerste plaats zelf natuurlijk die spirituele eenheid te laten zien. Daarom zijn wij als Point Loma Theosophical Society de laatste jaren een aantal keren actief geweest om te helpen om bepaalde maatschappelijke vraagstukken te helpen ondersteunen met visies, door de actief te bemiddelen. En bijvoorbeeld vraagstukken als het zuiver houden van ideeën in de wereld van de islam, door een manifestatie te ondersteunen genaamd Niet Mijn Islam, omdat er mensen in de islamitische wereld waren die vonden dat hun ideeën uit hun religie niet goed werden gepresenteerd, om daar ondersteuning aan te bieden om het wel het goede beeld in de wereld zeg maar te helpen krijgen. Of ook onze ondersteuning om mensen bewust te maken van wat de voor- en nadelen zijn van bijvoorbeeld orgaandonatie. Om daar zeer brede informatie over te verstrekken, zodat mensen een breed palet van afwegingen kunnen maken. Anders dan de beperkte informatie die
via de media tot ons komt en die slechts een heel bepaald facet van dit vraagstuk eigenlijk belicht. Om de schakels onder ongebroken te houden in deze wereld, maar ook in de wereld van de generaties na ons, die hier in de zaal zitten, is het duidelijk dat samenwerking gebaseerd op die spirituele eenheid essentieel is om die Theosophia de komende eeuwen te laten voortbestaan en vindbaar te houden. Als we dus in staat zijn om nu een kern van broederschap op te bouwen en te versterken, als die banden tenminste ook sterk genoeg worden opgebouwd, dan zal die kern ook als kern in die volgende beschaving, in die beschaving van ons volgende leven, weer opnieuw reïncarneren. Alle theosofische werkers, als de theosofie het belangrijkste in hun leven is, zullen elkaar dan ook weer ontmoeten in hun volgende leven. Dus elke serieuze poging om nu die kern met elkaar op te bouwen, zal over een paar duizend jaar ook weer vrucht gaan dragen. Dan het mentale niveau. We zullen al het mogelijke moeten ondernemen om de zuivere Theosophia aan de volgende generaties over te dragen, die dat vervolgens ook weer door kunnen geven. En het zuiver houden van die Theosophia omvat het volgende. De Theosophia moet compleet en onbevooroordeeld gehouden worden, zonder een bepaald deel tekort te doen. Er dient een balans te zijn tussen de meer technische leringen, hoe zit de natuur in elkaar, wat zijn de processen in de natuur, en de meer ethische kant die als vanzelf uit die technische leringen voortvloeit. Leringen en ethiek zijn de twee onafscheidbare zijden van de medaille die beide nodig zijn om de Theosophia de plaats in de maatschappij in te laten nemen die zij verdient. De vertaling van die Theosophische leringen naar zuivere en eenvoudige gedachten zijn bijzonder van belang, zodat iedereen in welke cultuur dan ook in staat is om die ideeën, die kernideeën te begrijpen en in modern taalgebruik ook tot ieder kunnen komen, zodat mensen het gewoon ook in eenvoudige bewoordingen toch de essentie kunnen begrijpen. Dus het moet niet gepresenteerd worden als dogma's, maar mensen juist helpen met moderne woorden en moderne voorbeelden, zodat de kernideeën worden begrepen. Alleen dan is er kans dat mensen de Theosophia zullen gaan herkennen als identiek met hun eigen innerlijke wijsheid. En denk eraan dat er miljoenen mensen zijn, en u kunt dat soms in de media zien, die soms zo dicht eigenlijk in hun denken en in hun ideeën, de Theosophische ideeën zijn genaderd, dat als die leringen nog beter uitgelegd zouden worden en nog meer mensen zouden bereiken, dat een heleboel mensen daar eigenlijk de wijsheid in zouden kunnen vinden die eigenlijk al in hun hart leeft. Het belangrijkste vraagstuk is hoe wij de ogen kunnen openen en hen kunnen uitleggen wat de Theosophische beweging is. En een hele oude uitdrukking luidt: God en één mens kan de wereld veroveren, dus er is heel weinig nodig aan fundamentele inspiratie, dat God in die uitdrukking, en één mens die in staat is om die spirituele wijsheid als het ware de wereld in te brengen, om echt het verschil in deze wereld te maken. Laten we de praktische toepassing en uitwerking van die Theosophische inzichten op allerlei manieren doen. Wetenschap, filosofie, religie, kunst, sociale vraagstukken met hele fundamentele oplossingen. Want verschillende mensen hebben verschillende affiniteiten, dus het zorgen dat al die aspecten als het ware aan bod komen is van belang om een hele brede groep van mensen te bereiken. Zoals ik al zei, moet er dus een juiste balans zijn in alles wat er gebracht wordt. En er moet vooral ook respect zijn voor de vrije wil van iedereen die geïnteresseerd is in dit soort esoterische leringen. Ten slotte het fysiek astrale niveau. Om de boodschap van de Theosophia levend te houden,
dienen we ervoor te zorgen dat die leringen op de een of andere manier vindbaar zijn gedurende die komende duizenden jaren. Dat er dus anderen zijn die met die leringen als het ware kennis moeten maken of daar verder mee moeten. We moeten dus ook nadenken hoe we voor de toekomst dingen beschikbaar houden in druk of op informatiedragers als tegenwoordig digitale mogelijkheden. Alles steeds gereed gemaakt voor toekomstig gebruik. En op dat gebied is het natuurlijk zo dat wij als verschillende theosofische organisaties ook nadrukkelijk op wereldschaal bezig zijn om te zorgen dat die informatie en die kennis en wijsheid op een of andere manier geborgd is voor de toekomst. Kortom, hoe kunnen we de kern van wijsheid, de theosofia, levend houden tot aan ons volgend leven? Dat is zorgen dat op spiritueel, mentaal en fysiek astraal niveau wordt samengewerkt om de schakel ongebroken te houden en die theosofia steeds vindbaar te laten zijn voor iedereen die daar innerlijk aan toe is om daar kennis van te nemen. Ten slotte wil ik een paar samenvattende gedachten met u doornemen en wat dingen concluderen. De theosofia zal altijd blijven bestaan, dat heb ik u aan het begin van deze avond gezegd op basis van de uitspraak van mevrouw Blavatsky. Maar de middelen op het fysieke gebied, zoals boeken, harde schijven en dergelijke, zijn hiervoor niet de absolute garantie. De garantie naar de toekomst hangt af van levende menselijke wezens die de leringen leven en zijn. En die in staat zijn om die leringen vanuit hun de innerlijke gebieden, vanuit hun eigen innerlijk bewustzijn, als het ware weer naar buiten te geleiden, naar de uiterlijke gebieden. We hebben de volgende vragen vanavond besproken. Kunnen we de door ons ontwikkelde wijsheid in ons volgend leven herinneren? Ja, dat kan. Echter, wat wij oppakken van die theosofia hangt er vanaf wat wij in dit leven tot en met dit punt hebben ontwikkeld. Onder welke voorwaarden kunnen we ons dat herinneren? We dienen onszelf natuurlijk nu zoveel mogelijk te trainen om die sleutels van die theosofia te begrijpen en om onszelf steeds meer te trainen om een inspirator voor anderen te worden. We hebben het gehad over wat herinneringen zijn en er is nog veel meer over te studeren, maar we hebben de grote lijn daarvan aangegeven dat op spiritueel niveau we het kunnen hebben over het geheugen van de ziel, wat mevrouw Blavatsky reminiscentie noemt, dus datgene wat niet afhankelijk is van het hebben van een fysiek lichaam, dus herinneringen, spirituele herinneringen aan vorige levens. We hebben het gehad over ons geweten als datgene wat we mentaal leven na leven aan het opbouwen zijn op basis van intuïties en lessen die wij getrokken hebben op ethisch gebied en die ons geweten als het ware steeds rijker en completer maken. En we hebben het gehad over die herinnering die op fysiek astraal gebied zich bevindt en wat te maken heeft met ons instinct op dat gedeelte van onze natuur wat we het dierlijk gedeelte kunnen noemen en wat automatische functies invult op basis van het getraind zijn en het herinneren op basis van instinct. Dan hebben we het gehad over wat we ons kunnen herinneren in het volgend leven. Dat zoiets moet zijn, en het is een beperkte beschrijving die ik heb gegeven, als een groot beeld, een algemeen beeld, waarin wij kunnen gaan herkennen wat de elementen zijn van de toekomstige visies in de wereld op basis van het toetsen op universaliteit, de ethiek van die ideeën en de logica. En dat wij zo de ideeën van de wijsheidsreligie die de theosofia is, weer zullen kunnen herkennen en dat ze verder zullen kunnen gaan bestuderen. Hoe kunnen wij nu bijdragen en gaan werken, of zijn we al aan het werk aan de beschaving van een volgend leven? Dat is dat wij goed ons rekenschap moeten geven wat
de principes zijn waar leerlingen en leraren in die esoterische scholen altijd vanuit gingen, omdat dat ons een referentiekader geeft, hoe nou dat luistert en waar je je aan zou kunnen spiegelen om daar verder in te komen. En tenslotte hebben wij gezegd van, hoe kunnen we eigenlijk die periode overbruggen van het leven nu, waar wij op enige tijd het hoofd neerleggen, maar weer zullen reïncarneren over een aantal duizend jaar. En hoe kunnen wij helpen om te zorgen dat in die tussentijd die kennis en die wijsheid beschikbaar blijft? Dat is door te kijken hoe wij op allerlei manieren, spiritueel, mentaal en op fysiek niveau, die schakel ongebroken kunnen houden. Ten slotte, stelt u zich voor hoe de wereld er over een paar duizend jaar, bijvoorbeeld over 2000 jaar, uit zou kunnen zien, indien die esoterische leringen, indien die theosofische beweging steeds meer succesvol zou zijn geweest. Dan zou het lijken op wat mevrouw Blavatsky schetste aan het eind van de sleutel van de theosofie over de toekomst van het Theosofisch Genootschap, de Theosophical Society, in de 20e eeuw. Dus zij deed een voorspelling over deze eeuw, wat er, eigenlijk de vorige eeuw moet ik zeggen, ik ben abuis. Dus zij deed een voorspelling over wat de vorige eeuw had kunnen zijn als al die principes van die Theosophia flink om zich heen hadden gegrepen. En ze zegt, de algemene conditie van het denken en het hart van de mensen zullen door de verspreidingen van de leringen zijn verbeterd en gezuiverd. En de volgende impuls die daarna komt, zal een grote en verenigde groep mensen aantreffen die gereed is om de nieuwe toortsdrager van de waarheid welkom te heten. En de aarde zal een hemel zijn in vergelijking met wat het nu is. Dus nu was toen de 19e eeuw. Met andere woorden, zij schetst dat de potentie om een enorme sprong te maken in de beschaving van onze cultuur heel groot is. Daarmee zou ik mijn lezingenserie willen besluiten. En we hebben nu nog de mogelijkheid om verder van gedachten te wisselen over de opkomst en ondergang van beschaving. Het woord is aan u. Volgens de Hindoe geschriften zijn er vier tijdperken. Ja, yugas. Moet ik dat ook zien als vier soorten beschavingen? Nou, het zijn eigenlijk de yugas, hele grote tijdperken, hè, van honderdduizenden jaren. Maar die hebben ook weer subtijdperken die dezelfde verdelingen en subkarakteristieken hebben. En dat zijn eigenlijk, je zou die verschillende yuga's kunnen karakteriseren als tijdperken waar bepaalde aspecten van het menselijk bewustzijn een zekere mate van dominantie hebben in de ontwikkeling van dat aspect van dat bewustzijn. Dus je hebt bijvoorbeeld, we hebben aan het begin van deze serie lezingen hebben we gezegd dat er zeven aspecten zijn van het denken die een afspiegeling zijn van de zeven beginselen van bewustzijn. En die verschillende aspecten, zoals het besef van de eenheid, inzicht, een afspiegeling van het verlichtingsbeginsel, intellectualiteit, het aspect van het denken wat overeenkomt met manas, het denkvermogen, kama, het begeerte aspect, prana, het vitaliteitsaspect, linga sarira, het astraal aspect en het stula sarira, het stoffelijk beginsel. Die verschillende beginselen die in ons bewustzijn qua gerichtheid een rol spelen, die hebben in die verschillende yuga's allemaal verschillende accenten. En je zou kunnen zeggen dat elke keer er fasen en subfasen zijn waarin een van die aspecten meer nadruk krijgt dan het andere. En dat is eigenlijk waar die verschillende tijdperken eigenlijk op slaan, omdat de evolutionaire accenten, zeg maar, anders zijn. De ene keer wordt
het emotionele bijvoorbeeld meer ontwikkeld. Het volgende is het vitale erg van belang. Dan meer het intellectuele en vervolgens meer het boeddhische of het verlichtingsbeginsel. En dat gaat in fasen die elkaar opvolgen en die elkaar ook overlappen. Dus de ontwikkeling van het bewustzijn. Ja. Maar dat herhaalt zich steeds opnieuw. Ja, maar wel met steeds andere subaspecten, zodat alles steeds completer uitontwikkeld wordt. Ja, ja. En dat is eigenlijk in grote lijnen, zonder te veel in de details te gaan, maar het zijn allemaal fasen van evolutionaire ontwikkeling. Ja? Ja? Je zei, dacht ik, als de leraar gaat onderwijzen, dan neemt hij de zonden van de leerling op zich. Totdat, ben ik even kwijt. Ja. Totdat de leerling zelf een leraar is geworden door inwijding. Hè? Dat wil zeggen dat hij in zichzelf bepaalde vermogens actief heeft ontwaakt met succes. Waardoor hij eigenlijk zelf een leraar is geworden. En eigenlijk aan zijn leraar min of meer gelijk geworden is. En dus eigenlijk spiritueel op eigen benen staat. Maar tot het zover is, is het zo. En dat is een behoorlijke uitspraak, dat als die leraar de leerling onderwijst en die leerling maakt bepaalde fouten, dan op basis van de leerlingen die de leraar aan hem heeft gegeven, dan is het zo dat op een of andere manier toch ook terugkomt bij die leraar. Ook al maakt de leerling de fout. En dat is dus een hele grote verantwoordelijkheid waar die leraar voor staat. En als u nagaat dat die leraar ook die leerling moet voorbereiden op bepaalde trainingen en bepaalde ervaringen in gebieden, anders dan de stoffelijke gebieden waarop wij gewend zijn om ons te bewegen en om beslissingen te nemen, maar ook andere gebieden van de kosmos waar hij uiteindelijk zelfstandig zijn weg moet vinden, dan komt er dus een moment dat een leraar als het ware de leerling moet begeleiden om daar kennis van te nemen, om daar zich te kunnen gaan gedragen op de manier die past bij dat andere gebied. Het is als het ware, als iemand voor dit eerst op een ander gebied van bestaan zich gaat begeven, een soort van stap in het duister, een wereld die je niet kent. Nou, probeer maar eens op dit stoffelijk gebied ergens in een ver land waar weinig straatlantaarns te zijn, om een gebied in te gaan waar het echt een Egyptische duisternis is, dan voel je wel dat dat niet zo makkelijk is. Nou ja, ik probeer een illustratief voorbeeld te geven voor iets wat nog veel verder gaat. En daar zal de leraar dus onder andere een leerling in moeten begeleiden. En omdat dat gewoon nieuwe ervaringen zijn voor zo'n menselijk bewustzijn, zijn dat natuurlijk zaken die met verantwoordelijkheid gepaard gaan. En dit is slechts een illustratie om te laten zien dat het wel degelijk ergens over gaat. Kijk, de dingen die zich op ons gebied afspelen, daar kunnen we wel van inschatten dat als iemand meer invloed krijgt of bepaalde opdrachten krijgt, dat als dat niet gaat zoals was afgesproken, dat ook verantwoordelijkheid geeft en dat eigenlijk dan gecorrigeerd moet worden en dat die leraar dan een verantwoordelijkheid in heeft om te zorgen dat alles goed komt. Maar het gaat dus veel verder. Dat is eigenlijk de boodschap die ik wil meegeven. Ja? Vandaar dat het zo belangrijk is om die leerlingen zuiver te houden. Ja. Een misleide leraar, als het ware, ja. die gaat zelf wat al de... Een misleide leraar die dus de leerlingen zelf ook niet goed en zuiver begrijpt, die zal dus eigenlijk niet in staat zijn om die leerling goed te begeleiden, omdat hij zelf al eigenlijk niet over de juiste kennis en wijsheid beschikt. En het stukje wat je liet zien voor de pauze, er stond wel over die verantwoordelijkheid van die leraar, dat stukje leerlingen betreft, ja. niet het dagelijks gedrag van leerlingen. Ja, precies. Ja. Het gaat echt over die esoterische leerlingen, dus de diepere achtergronden en oorzaken van het leven. Ja. Hoorde hier nog een opmerking? Ja, ik weet
gaat zoveel door mijn hoofd. En eigenlijk dacht ik ineens van, waar je het nu over hebt, is dat eigenlijk dat wat in de Bijbel staat, dat Jezus de zonde op zich nam van de mensheid, wat volgens mij ook helemaal niet goed begrepen wordt. Klopt. Blijkbaar is dat net zoiets, dacht ik ineens. Nou ja, daar lijkt het wel op, maar kijk, ook Jezus had zijn kring van discipelen of leerlingen, 12 stuks. En voor die esoterische leerlingen zal dat voor de leraar Jezus dus ook ten opzichte van zijn discipelen hebben gegolden. Diezelfde regel, want dat geldt voor elke leraar in esoterisch onderwijs. Maar er is natuurlijk heel iets anders van gemaakt. En die uitleg van dat wij, ook al gedragen we ons niet zo netjes in het leven, dat er iemand anders is die bij voorbaat al de rekening heeft betaald. Ja, dat is een lering die niet natuurlijk de uitleg is van de theosofie. Nee. Ik heb altijd al gevoeld dat dat niet goed is. Ja. Want de lering van de theosofie is de wet van karma. Iedereen moet zelf zorgen dat disharmonieën die je zelf hebt opgeroepen, dat die hersteld worden. Ja, en dan kwam ook ineens een vraag van, ja God, wanneer ben je nou een goede leraar dan? Wie bepaalt dat? Denk je dat dan zelf dat je dat bent? Of? Ja, ik denk dat het criterium altijd zal zijn van, het kan altijd beter, maar dat je wel ernaar kunt streven om de zaken zo goed mogelijk te bestuderen. Dat ook in samenwerking met anderen te doen, zodat je maximaal probeert die inspiratie met elkaar op te bouwen, zodat je naar omstandigheden een zo zuiver mogelijk beeld hebt van al die principes van die esoterische aspecten van de theosophia. Om te zorgen dat je dat zo goed mogelijk overdraagt. En ja, garanties dat je het 100% zuiver ziet, die moet je met elkaar proberen op te bouwen. Maar je tracht is de strijdkreet om het zo goed mogelijk te doen en jezelf daarin te trainen om daar verder in te komen. Maar er is natuurlijk altijd, ik heb het beeld geschetst, een ladder van kennis, zoals mevrouw Blavatsky dat zegt. En ergens zit iedereen ergens op een plek op die ladder en probeert door zelf die theosofia te leven en te zijn, verder te komen op die ladder, niet voor zichzelf, maar om anderen nog meer te kunnen helpen met diepere inzichten en te zorgen dat dat in de maatschappij zijn werking gaat hebben. En natuurlijk zullen er af en toe inzichten zijn die nog veel zuiverder kunnen, omdat je dan reacties krijgt van dat het toch niet helemaal zo werkt als je had gehoopt. En in deze lezingenserie hebben we die voorbeelden ook genoemd van die grote inspiratoren in sommige maatschappijen, zoals Gandhi, zoals Havel in Tsjechië, die op zichzelf die idealen hadden en die wisten uit te dragen, maar die niet iedereen mee konden krijgen en die af en toe beslissingen namen waardoor er toch hevige reacties kwamen. Ja. En dan kom je toch nog steeds wijsheid tekort om het hele volk als het ware op te tillen, zodat de overheersende mentaliteit steeds meer in de richting van het ideaal gaat. Daarom zei ik ook, ik vind het woord voorbeeld, vind ik dan zo mooi daarin. Ja, zeker. Maar vaak is het dan ook zo dat als je er niet meer bent, dan ineens, dan gaan alle, nou, komen ze er pas achter. Soms, ik denk dat toen Gandhi leefde en Martin Luther King en Havel, dat tijdens hun leven die mensen eigenlijk gewoon door wie ze waren de verandering kwam. Ja, dat wel. Dat zei Gandhi ook, be the change you want to see in the world. Ja. Goed. Zullen we de avond gaan afronden? Zoals u weet doen wij dat met de Gayatri. Oproep aan ons hoger zelf, wat in die Gayatri aangeduid wordt met de gouden zon. En hij luidt als volgt.
O gouden zon met uw verheven luister, vervul ons gemoed en verlicht onze geest, opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.